hebt gespeeld en getraind bij Vitesse. Hoe is het dan om weer terug te zijn in Arnhem? Nou, dat is sowieso leuk. Ik moet zeggen dat ik niet vaak in de gelegenheid geweest ben om bij Vitesse te zijn. En omdat ik gewoon voornamelijk in het buitenland en gewerkt en gewoond heb. Daarom is het des te leuker om hier bij deze reunie aanwezig te zijn. Ja, reunie is altijd leuk, hè. Dus dan meestal een situatie waar je jongens eigenlijk jaren niet gezien hebt. En dan moet je weer, wordt zelf ook een jaartje ouder, dus je moet altijd 3-4 keer kijken of dit wel is. En dan herinneren hoe die ook weer heet en zo. Dus dat heb ik meestal met mensen die ik heel wat jaartjes niet gezien heb. Maar het is geweldig om weer bij elkaar te komen. Ja, is leuk. Dus ik ben hier begonnen. En als je hier komt, ja, is altijd als thuis. En nu ook, ik zie heel veel mensen dat ja, heel lang niet heb gezien. Dus het is wel leuk. I have too much memory here. And I see here too much friends here. Really, I miss them. See here Nikki and Raymond Trainer here. yeah, a lot. And all staff and club, same here. Really, I miss them. I am happy for here. Staat hier nog steeds als de all-time topscorer van Vitesse in de Eredivisie. Hoe is het om die status nog steeds te dragen? Ja, ik ben wel trots op. Maar ik denk, ja, ze zijn goede voetballers dat wel komt. Maar voor mij, ik denk, ja, het record is daar om wel te breken. En ik hoop dat wel een keertje dat iemand wel gaat breken. Het is de nummer 4 wedstrijd hier van clubicoon Theo Bos. Je kent Theo goed. Wat is uw herinnering aan Theo Bos? Ik heb twee herinneringen aan Theo. Ik heb een herinnering stiekem zaalvoetballen. Dat deed ik namelijk toen ook. Ik speelde toen zelf ook nog. Dat deden we allebei. En natuurlijk de Theo die ik jaren later als trainer tegenkwam bij Vitesse. Ik heb hem niet in zijn beste periode meegemaakt, omdat hij toen al wat ouder was. Maar ik heb hem 2 jaar meegemaakt, 2 seizoenen, waarin hij de absolute leider van het team was. En een hele sociale, warme man die Vitesse in al zijn genen had zitten. Natuurlijk een geweldige tijd met Theo in het centrum gehad en ook binnen en buiten het veld natuurlijk geweldige peer en het is natuurlijk verschrikkelijk wat er toen gebeurd is maar we zijn hem nog steeds niet vergeten en het is natuurlijk een jerommeke, hè, zo berensterk was die en ik heb nog geweldige jaren hier met hem gehad en succesvolle jaren met hem gehad. Dus vanaf Monnikenhuizen eigenlijk met de promotie Europees voetbal. Dus Theo vergeten we niet meer. First I played in the VfL Bochum and then Vitesse they want me to play here. And then I come here in first minute. I meet Theo Bos and he very friendly for me and very good. He was very friendly, he was very good. Really, I like him a lot. And then also training all together with working very good. Really, I miss him. And then he was very good man. He was very good trainer, yeah. Ja, het is hartstikke mooi. En zeker het doel. Support Casper. Ik ken toevallig Casper van Eyck ook heel goed, omdat ik met Sparta bij hem gewerkt heb. Samen met hem gewerkt heb. En dat is alleen maar heel erg goed. En ik vind ook dat de herinnering aan Theo gewoon moet blijven leven. Ik denk dat het een van de spelers is, de Vitesse-nare is, die denk ik wel bij iedereen in het geheugen zit.